Vandaag in Wegmisbruikers parkeert deze man zijn bus al bellend op de rijbaan. Ja, dan belt een klant op. Oké. Okay. Dus ja, en dan ben ik dan zo druk mee in de weer dat ik niet eens denk aan dat ik dat niet mag tijdens het rijden. Dat is wel mooi, ik kan een keer op tv. Nou, ik vraag je voor een of andere serie. Heeft deze beginnende bestuurder thuis heel wat uit te leggen? Ja, wat kwijt, pa. Wat is er nou weer gebeurd? Ga even kijken bij mijn collega in de auto. We hebben alles vastgelegd op videobeeld. Nee, ik word helemaal gek. En kan deze coureur naar zijn rijbewijs fluiten? Ja, pot, is goed. Taxi, hè? Dat meen ik niet. Ja, wel, dat meent hij wel. Ik zie die grijns op zijn gezicht, wat die lacht, jongen. Kijk eens. En hij ook al. Het is gewoon leedvermaak. Het is algemeen bekend dat mobiel bellen de aandacht voor het verkeer ernstig afleidt. De bestuurder van deze Volkswagen Transporter is kennelijk zo druk in gesprek dat hij überhaupt niet meer doorheeft wat er om hem heen gebeurt, want hij parkeert zijn bus achterwaarts diagonaal op de rijbaan, waarmee hij een fikse aanrijding riskeert. En deze mobiele eenheid komen we tegen bij Vessem op de Jan Smulderstraat. Surveillante Jos en Ger zien in de verte hoe de bestuurder van deze Volkswagen Transporter zijn bus diagonaal op de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer parkeert. De man zit mobiel te bellen achter het stuur en lijkt niet door te hebben dat hij een gevaarlijke situatie veroorzaakt. De surveillante zetten de achtervolging in. Je verdient hem toch volgens mij? Je verdient hem. Helemaal. Dan noemen we het nou bellen met rijgedrag. Nog steeds over langer. En dat betekent dat deze mobiele eenheid naar de kant gaat voor een stevig gesprek. Hij staat op volgende neem ik aan, hè? Hij blijft gewoon bellen. Ja, dat moet je zelf weten. Dag, meneer. Hoi, ik zat te bellen, sorry. Daar krijgt u sowieso een verbaal voor, maar wat ik erger vond, wij komen aanrijden. En omdat u zit te bellen, draait u met de hele achterkant op onze weghelft. En dat vonden wij niet fijn. Ik denk ook zo. Ja, maar daar zijn wij niet mee. Dat is altijd, want ik kom dan zo vaak met die honden uit. Maar je kent er anders gewoon niet op. Nee, maar als je die telefoon weglegt, dan is dat een stukje anders. Oh, oké, dat klopt. Ja? Alleen maar gelijk. Maak ik een rijbewijs? Dan heb ik thuis liggen. Iets waar dat uw naam op staat? Ja. Ja, daar kan ik niet zo gek veel meer mee. Waar woont u eens? Ik woon hier binnen 2 minuten vandaan. En als ik even meerijd, heb ik alles bij de hand. Dat is inderdaad wel zo makkelijk en dus rijden de surveillanten met de bestuurder mee naar zijn woonadres. Alleen willen zijn hondjes niet helemaal meewerken. Wat je wist je aan het doen? Zo, we zijn er weer. En de man heeft ondertussen een verklaring voor zijn rijgedrag. Ik heb zo vrij druk, Johan. De klanten, ja, die moet gewoon aannemen. Heel simpel. Maar hier heb ik in ieder geval mijn rijbewijs en mijn paspoort. En dan openbaart zich het volgende probleem. Ik zie... de vervaldatum. Waar is de vervaldatum? APK. Wanneer? 27-7. Ja, dan moet ik hem meteen laten keuren. Nee, je bent al te laat. Ja, dan moet ik hem meteen laten keuren dus. Ja, meteen ja. Dat had al gemoeten. Nee, pas in de garage. Ik kom net uit de garage eigenlijk. Ja? Hadden ze wel meteen kunnen keuren dan. Ja, maar dan moet je zelf in de gaten houden. En gelukkig zijn tv erin hier. Ik ga er meemaken. Dan kun jij dadelijk even mooi bekijken de beelden. Trouwens, ja. Ga er maar even bij mijn collega zitten. Ja. Dan kunt u gelijk zien Dan kunt u gelijk zien wat wij hebben ervaren toen wij in ieder geval daar over die weg reden. Maar dan reden jullie ook te hard, denk ik. Jos van Aken. Hi. Wij komen hier over het hard rijden. Nee, we reden 80. Mag niet. Mag maar 70. Je mag door 80. Maar dat op 80? Ja, je mag gewoon een weg bouwen de kom. Oh, okay, ja. Ik nou, even voor 70, maar dat moest wel. Want ik ga er te ver op, ja. Anders hadden we jouw linkernachtboek uitgereden. Je hebt gelijk. Maar daar komt ook verkeer aan. Die komen ook met 80 en die komen toch vrij. Ja, maar die remmen, hè. Want anders komt er nooit op. Ja, maar die moeten niet remmen. Hè? Waarom moeten die remmen? Ja, maar dat doen ze altijd. Omdat je de weg op rijdt, hoor. Ik kom Ja, daarom moeten ze remmen. Ja, maar anders komt er niet op. Dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je doorgaat verkeer gaat remmen. En je komt er anders gewoon niet op. En dat, die rijden nooit hard, hoor. Die zien daar van ver af aankomen. Rij je niet hard? Niet... Wordt hier niet hard gereden? Ja, misschien wel. Door mij niet in ieder geval. Maar ik ben altijd bang voor die herten. Ja, serieus? Ja, maar overdag zit nog geen herten, hè? Nou, ik wandel veel in de bossen hier, hè, met die joekels. Ja, in de bossen, maar je altijd herten tegen. Ja.
Dus dat is toch... Maar u kwam in ieder geval aardig ingelopen bij ons. Nou, ja, ik ga er echt te ver op, ja. Sorry. Ja, helaas. Sorry. Niks aan te doen. Wat mag ik als verklaring er neerzetten? Ik stuur het verder weg op, hè? Nee. Maar dat ik aan het bellen was. U krijgt een verbaal voor het bellen. Oké. Dat ik, ja, dan belde een klant op. Oké. Dus ja, en dan ben ik dan zo druk mee in de weer, dat ik niet eens denk aan dat ik dat niet mag tijdens het rijden. Dat is wel mooi, ik kom een keer op tv. Dadelijk vraag je voor een of andere serie. Nou, ik zou er geen geld op zetten, vriend. Ik heb daar zondag nog zitten kijken met de Fortje K, die hebben het ook gezien. Nee. Die naden nu gewoon uit. Trokken de deur op en ze reden gewoon aan. Zo. Ja, dat ging over de bestuurder van deze Ford K die weigerde gehoor te geven aan een stopteken. Hou, stoppen! Stoppen, joh! Alex, 1515, spoed. Waar is die heen? Ja, hartstikke leuk, maar we waren nu in Brabant bezig, vriend. Dus even bij de les blijven. Nou, let op. Nou komt de truc, hè? Dat heb ik gezien van de week, zondag. Jullie brengen meteen een bonnetje uit. Dat bedoel ik. Luister voor de APK. Ja, ik ga hem nou meteen bellen. Krijgt u van onze waarschuwing? Ja. Dan ga ik nou meteen in de garage bellen. Die staat deze week nog in de garage. Oké, dan houden we het in de gaten, want ja, we komen hier regelmatig langs. Dus, geen probleem. Die is volgende week gekeurd. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké. Nog vragen? Nee. Alles duidelijk? Ja, heb ik het een keer meegemaakt. Goed. Niet meer doen. Adios. Ja, als je maar flink je best doet, dan kom je vanzelf een keer aan de beurt. De bekeuring voor het niet handsfree bellen bedraagt €150. Voor de verlopen APK krijgt de man een waarschuwing. En van deze vrolijke Frans gaan we naar de regio Zuid-Holland-Zuid bij Sliedrecht op de Rijksweg A15. Sorvian de Ron en Erik hebben de bestuurder van een Seat Leon in de peiling, die zijn gaspedaal iets te enthousiast heeft ingedrukt en met veel te hoge snelheid voorbij komt gescheurd. Help mij. Gaan we er aan staan, hoor? Ja. Ja, 100 kilometer zone. Wat doen we ermee, tegen Ron? Ja? Ja. 168. 170. 166 gemiddeld. Hoe noemen we de meting, hoor? Loop ik weer mee. Afstand blijft gelijk, 164. 161. Kijken welke kant hij op gaat, zo. Tot nog een plek waar hij het aan de kant kan zetten. Ja, zullen we even kijken of hij voorbij kan komen. Ja, nu kunnen we dadelijk de rechte tunnel of de rechte dingen pakken. De bestuurder krijgt een stopteken en Ron spreekt haar aan op de overschrijding van de maximumsnelheid. Goedendag. Goedendag. College naam, politie Zuid-Holland-Zuid. De reden dat we u meenemen is de snelheid waarmee u rijdt. We hebben verschillende metingen gedaan waarbij snelheden gemiddeld boven de 160 km per uur waren. Daar waar 100 is toegestaan. Dus dat betekent dat bij deze uur rijwijs wordt ingevorderd. Zien u de meer dan 50 km per uur overschrijding heeft. Heeft u rijwijs bij de hand? Ja. Ja, dank u wel. Mijn collega heeft het een en ander op videoband staan. Ja. Dus ik wil u even verzoeken om mee te komen. Dan kunt u het eventjes even bekijken op de beelden. Oké. Okay. Ja, dan kan ik ondertussen vast wat noteren. Goedendag mevrouw. Ik kan mij voorstellen, Erik van Brummelen. Van de politie Zuid-Holland-Zuid, verkeershandhaving. Ik ga u eventjes wat beelden laten zien. Is het de A15, zeg maar. Nou, hier zitten we dus ter hoogte van Sliedrecht. Ja. Dan komt hier ons voorbij. Nou, dit stuk is nog 120 km per uur. En dan gaat u al. Want u loopt behoorlijk uit al. Kijk, dan gaan we al richting 105. Zitten ze op 160 km per uur. Dat is al 40 km te hard daar. En dan ziet u dat u op een gegeven moment aan de snelheid zit van 166 km per uur. Alleen dat is op een gebied van 120. Dit is een meting dan van 152. Daarna hebben we nog een meting gedaan. Want kijk, we rijden hier nog steeds zo'n hoge snelheid. Terwijl u hier dus het 100 km gebied ingaat. Ja. Ziet u? Hier komt 100 km, bij de pompstation is dat. Kijk, komt hier een meting uit. En die komt hier zo te zien, dat is na 16 seconden, op 161 km per uur. En u mag dan maar 100. En dat houdt in dus dat u 61 km hard rijdt. Gaat nog een wettelijke verplichte correctie af van 5 km. Dan rijdt u nog 56 km te hard. En dat is ook de reden waarom uw rijbewijs ingevorderd wordt. Ik neem aan dat mijn collega dat al verteld had. Ja. Ik begrijp het helemaal. Oké. Ja. Even één vraag aan u. U bent niet verplicht te antwoorden. Maar wat mag ik opschrijven als verklaring dat u zo hard reed?
Ik heb geen geen verklaring. Reden waarom ik vandaan reed ik zo hard. Nou, u krijgt van mij allereerst deze mee. Daar staat geen bedrag in gebeurd. Officier van justitie bepaalt het bedrag van de boete, de hoogte van de boete. Daar krijg ik zelf bericht van. Uw rijbewijs wordt toegezonden aan de officier van justitie in Dordrecht. Dit is het adres daarvan. Officier van justitie is verplicht om binnen 10 dagen uw uitsluiter te geven of u uw rijbewijs terugkrijgt. En zo ja, wanneer u hem terugkrijgt. Oké. Ja? Ja. Heeft u nog vragen? Nee. Opmerkingen? Ja, kijk of we de auto weg kunnen brengen. Ja. We kijken even of het kan. Nou, uw woonadres. We kijken even of we het kunnen regelen. Oké, ja? Fijn. Ja. Doen we. Maar dan voorin zitten wel. Ja hoor, dat mag. Maar dan wel op de bijrijdersstoel, want het rijbewijs is voorlopig ingevorderd. De bestuurder wordt thuis afgezet en de officier zal verder over haar lot beschikken. Straks heeft deze beginnende bestuurder thuis heel wat uit te leggen. Nou, dat kan. Wat is er nou weer gebeurd? Ga even kijken bij mijn collega in de auto. We hebben alles vastgelegd op videobeeld. Nee, ik word helemaal gek. Straks heeft deze beginnende bestuurder thuis heel wat uit te leggen. Wat is er nou weer gebeurd? Ga even kijken bij mijn collega in de auto. We hebben alles vastgelegd op videobeeld. Nee, ik word helemaal gek. Vroeger mocht je vanaf je 16e op een bromfiets stappen als je een helm en een verzekeringsplaatje had. Maar tegenwoordig moet je ook nog een brommerrijbewijs hebben. En net als bij automobilisten kun je deze vergunning kwijtraken als je de maximumsnelheid op grove wijze overschrijdt. De bestuurder van deze derby rijdt gemiddeld 90 km per uur, terwijl je met een brommer maximaal 45 mag. En wat er dan gebeurt, dat zien we in Barneveld op de Valkseweg. Surveillante Peter en Marcel zien een brommerrijder die ietsje sneller rijdt dan 45 km per uur. Meting loopt. 88. 10 seconden. 90 gemiddeld. En ook gewoon langs de fietsers, hè? Met 90. Nou, dat... Wat niet getolereerd. Kunnen we niet hebben. Deze ook. Huppatee. 90. Gooi blauw er maar gelijk op. Hij heeft ons gezien. De bromfietser wordt met blauwe zwaarlichten tot stoppen gedwongen. En Marcel spreekt hem aan op zijn snelheid. Hoi. Ja, klopt. Hoi. Hey, je rijdt wel staat. Heb je snelheid geklokt? 90 km per uur. Ik krijg er een bekeuring voor uiteraard. Ja. Hebben we er nog beelden van gemaakt? Misschien vind je het leuk om die even terug te zien. Ja, is goed. Doe de deur even dicht hoor. Ja. Hier rij jij. Nu start de meting. Ja. Je ziet dat je nog iets uitloopt. 50. En nu stopt de meting. 90 over 558 meter. Ja. Met die snelheid langs die fietsers. Kijk, je hoeft er maar één een tikkie naar links en je raakt hem. Ja, dus je hebt ervaring. Maar met zo'n snelheid, ja. Dat komt hard aan hoor. Ja, okay. Maar is duidelijk hè? Ja. Dus, en nu? Mijn collega is bezig met de bom. Oké. Okay. Hoe hoog zal weet ik wat te weten? Geen idee, want daar staat geen bedrag voor. Dat bepaalt de officier van justitie. Oh, okay. Ik weet niet of je al vaker bonnen hebt gehad van ons. Melding je vanaf de klaar de om dat weg. Of, en dan moet jij op de ja, dat is een goed idee. Doe maar. Die zit niet bij de melder aangeven. Dat is een rijbewijs. Een certificaat kunnen we niet meer. Het rijbewijs wel. Melder heeft die mevrouw in het verleden wel een paar keer. Nee, het is een echt rijbewijs. Hoe lang kan dat duren? Wij moeten hem binnen 3 werkdagen naar justitie sturen. Okay. Dus die zal morgen weggaan. En dan moet de officier binnen 10 werkdagen beslissen. Oh, dat was je. Hier staat ook precies in hoe en wat. Dat is een ontvangstbewijs. En dit is de bom. Verder nog vragen? Nee. Helemaal duidelijk. Ja, dus dan wordt gewoon lopen naar huis. Ja, ja, zolang jij je rijbewijs kwijt bent, mag je geen motorrijtuigen besturen. Oké. Okay. Ook geen bromfietsen. Doe je dat toch? We gaan je misdrijf. Ja. Je naam wordt geregistreerd bij ons in het systeem. Ja. Al zijn we dat je rijbewijs is ingevorderd. Dus doe dat niet voordat je hem terugkrijgt. Ja? Ja, best. Oké. Okay. Nou, wel thuis. Ja. Dan.
De officier van justitie bepaalt hoe lang de jonge man zijn bromfiets mag laten staan. Tot die tijd is het lopen geblazen. Van Gelderland Midden gaan we naar een opgewonden standje in Feyenaard op de Appelaarse Dijk. Surveillante Arno en Sietse zien in hun achteruitkijkspiegel de bestuurder van een Opel Corsa naderen. Ja, daar komt hij al. Meting loopt meteen. 60 kilometer zone. Even naar de 100 meter toe. 125. Nieuwe meting loopt. Tegemoetkomend verkeer. 101. 50 kilometer binnen bouwtom. Oké, 67. Meting loopt nieuw. En ook hier knalt de bestuurder behoorlijk door. Hij rookt hier. Kan haast niet wezen. Hij gaat ver boven de 60 in 30 kilometer zone. Dus stop wordt gevraagd. Stop voor staat 8. Niet iemand in de spiegel kijkt. Of gewoon niet wil stoppen. Alsof ik ben nou toch thuis. Hij is af. Goedemiddag, verkeerspolitie Midden-West-Brabant, Fido Servians. Mag ik je rijbewijs even zien? Ik zal even kijken, want ik bij heb hem. Nou, u hoort hem bij u te hebben. Ja, ik ben thuis. Hè. Ja, maar op het moment als je auto rijdt, dan hoort u uw rijbewijs kunnen tonen als wij erom vragen. Oké. Okay. Kijk. Heeft u enig idee waarom u langs kan zetten? Ik zou het me god niet weten. Wat dacht u van uw snelheid op de Appelaarse Dijk? De weg vanaf Oud-Gastel richting Feyenaard. Hoe hard mag u daar rijden? Dan mag je 60 mee. Ja, u zat boven de 120. Vervolgens gaat u hier het dorp door, Heiningen. Mag u maar 50, zit u bijna tegen de 100 aan. En hier het laatste gedeelte waar u 30 mag rijden, zit u ver boven de 60. Oké. Okay. Dus wij vorderen u bij deze uw rijbewijs in voor uw snelheid op de Appelaarse Dijk. Ik nodig u anders even uit om de videobeelden te kijken. En daar hebben we pa. Ik ben mijn rijbewijs kwijt, pa. Wat is er nou weer gebeurd? Ik ga even kijken bij mijn collega in de auto. We hebben alles vastgelegd op videobeeld. Dus, Laat maar, ik heb hier geen zin. Ik kom even kijken. Ik ga geen camerabeelden kijken. Nee, je hoeft even bij ons kijken in de auto. Daar hebben we heel je reis al opgenomen. Maar het is continu eigenlijk te hard. Mijn collega zal gaan recht voorin zitten. Appelaarseweg, Oude Heiningse Dijk en hier het dorp. Door het dorp. Ik ga naar binnen. Nee, ik ga naar binnen. Ik word gek. Ik word helemaal gek. Nou, deze bestuurder schijnt zich niet helemaal te kunnen beheersen en dus neemt pa het van hem over. In Gastel staat er 60 kilometer op de weg, maar er staat verder nergens een bord van 60. Als je en daar wil ik nou mee terugrijden, want ik heb het zelf al meer meegemaakt. Als we de rotonde afrijden, waar je linksaf richting Dinterlok kan rijden. Juist, dat is in Gastel, hè? Ja, maar daar begint de 60 al. En je hoeft niet geen antwoord te geven. Waarom reed je zo hard op de Appelaarse Dijk? Ik kom van mijn werk af. Ik kom gewoon, dat is een dijk waar je makkelijk 110 kan. Ja. Dat is gewoon een weg. Maar tussen mogen... Minimaal een 80 weg. Maar tussen mogen en kunnen zitten verschillen. Ja, dat weet ik, maar... Nou goed, ik ben fout geweest. Ik moet niet opschuiven natuurlijk. Ik moet opschuiven dat ik daar gewoon harder kan. Ja, het is 125, gaat de crashaf van 4. Het is 121, is 61 overschrijding. Dus ja, ik weet niet hoe de officier wat hij daarmee doet. Omdat je beginnende bestuurder bent. Oude Heiningse Dijk op? Ja, die trutter heeft 50, hè? Heb je dat gezien? Ja. Ja, hoe hard mag je daar rijden? 60. Ja? Is het de minimumsnelheid of de maximumsnelheid? Nou ja. Ga naar de officier van justitie in Breda. Die zal er een beslissing over nemen. Duurt om? Dat weet ik niet, dat bepaal ik niet. Daar gaan we ook een uitspraak over doen. Deze is het geval van jou. Het kost je ook een strafpunt voor als beginnende bestuurder. Ja, oké, maar het is wel even... Ik ben toch wel eens kwijt, dus het maakt niet uit of strafpunt. Ja, oké, maar als je 3 strafpunten hebt binnen 5 jaar... Ja, dan kun je opnieuw beginnen met je rijbewijs. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Maar ik zou wel even adviseren om toch met de snelheden wat meer rekening te houden. Ik weet niet of je verder nog vragen hebt? Ja, hoe lang zit er meestal op zo'n rijbewijs?
Nou, de officier heeft maximaal 10 dagen de tijd om daar een beslissing in te nemen. Ik mag nou nog rijden? Nee, je mag niet rijden. Nee, hij heeft maximaal 10 dagen de tijd om daar een beslissing in te nemen om je wel of niet te houden van het rijbewijs. Gedurende de tijd dat het jouw rijbewijs is ingevorderd, mag je niet rijden. Als je wel zou gaan rijden, maar ik ga vanuit dat je het gewoon niet doet, dan pleeg je een misdrijf. En dan kun je er bijna donder op zeggen dat het gewoon langer gaat duren dan die 10 dagen. En daar kan deze bestuurder het mee doen. De officier zal verder over zijn rijbewijs oordelen en de jongeman krijgt sowieso een punt. Koos, we komen in ons programma regelmatig beginnende bestuurders tegen. Kan je nog eens precies uitleggen wat het nou is? Ja, een beginnende bestuurder, dat ben je als je korter dan 5 jaar je rijbewijs hebt. En als het een bronfietsrijbewijs bij een 16 of 17-jarige, dan ben je zelfs 7 jaar beginnende bestuurder. We hebben begrepen dat er sinds 1 oktober een nieuwe maatregel van kracht is, hè, ten aanzien van die beginnende bestuurders. Wat is dat? Nou, dat is niet voor beginnende bestuurders. Oh. Dat is voor alle bestuurders. En dat is een soort cursus waarbij eigenlijk de bestuurder opnieuw opgevoed wordt om op een verzoenlijke manier aan het verkeer deel te nemen. Wie bepaalt of je zo'n cursus moet gaan doen? Nou, als een bestuurder een ernstige overtreding of meerdere ernstige overtredingen pleegt, dan kan de politie een mededeling doen aan het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheid. En daar wordt dan bepaald of je wel of niet die cursus moet gaan volgen. En hoe ziet zo'n cursus eruit? Nou, die cursus omvat meerdere dagdelen. Daar word je dus in ieder geval geconfronteerd met het gevaarlijke rijgedrag. En er wordt ook verteld wat de gevolgen zijn. En die moet je dus volgen en ook zelf betalen. En die gaat waarschijnlijk zo tussen de 700 en 800 euro kosten. Dat is vrij fors. Ja, dat is behoorlijk fors. En daarnaast heb je dus ook nog de gewone strafrechtelijke gevolgen. Dus als je al meerdere keren gedaan hebt, kan je dus ook je rijbewijs kwijtraken. Je kan ook nog een geldboete van de rechter opgelegd krijgen. Heeft het eigenlijk wel zin om zo'n cursus te doen? Is er wel eens onderzocht of de automobilisten daadwerkelijk hun rijgedrag aanpassen als ze zo'n cursus gedaan hebben? Wat we in ieder geval weten is dat mensen het heel ernstig vinden als ze hun rijbewijs kwijtraken. Maar of mensen nu echt zich beter gaan gedragen naar die cursus, dat zal de praktijk moeten leren. Dus ik sluit ook niet uit dat we dadelijk mensen die zo'n cursus hebben gevolgd, ook weer gaan volgen in de toekomst om te kijken of ze weer ernstige overtredingen plegen. Om te kijken of het inderdaad effect heeft. Dus dat zal de toekomst moeten leren. Een vluchtheuvel is een verhoogd weggedeelte waar voetgangers tijdens het oversteken even veilig kunnen wachten. Als automobilist moet je een vluchtheuvel altijd rechts passeren. En dat lijkt ons ook vrij logisch, omdat er een blauw bord met een pijl staat. Maar de bestuurder van deze Seat is kennelijk even de weg kwijt, want ze rijdt links langs de vluchtheuvel, waardoor ze zichzelf op meerdere fronten in de nesten werkt. En haar komen we tegen op de Sontweg in Groningen. Surveillante Johan en Tjerk komen bij een kruising aangereden als de bestuurder van deze Seat de vluchtheuvel links passeert en het verkeer ook nog eens geen voorrang verleent. De Seat voor ons, daar gaan we even mee in gesprek. Die mevrouw die verliet net het terrein van de IKEA en die ging aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel langs, bij de uitrit. Zodoende heeft zij waarschijnlijk de haaien dan niet gezien dat ze aan ons voorrang moest verlenen. Als wij niet geremd hadden, hadden we een aanrijding met haar gehad. Een kwalijke zaak en dus gaat deze bestuurder aan de kant. Doe ik nu volgteken even aan, ja? Dag mevrouw, wij laten u stoppen omdat u bij de IKEA aan de verkeerde kant het terrein afreed. En als wij niet geremd hadden, hadden we een aanrijding gehad. U krijgt daar een bekeuring voor, mag ik uw rijbewijs zien? Nou, doe het raam maar dicht, anders wordt hij helemaal nat. Ik kom zo bij je terug, hoor. Ja hoor, dat is goeiemorgen, wat een weer. Kijk. Anders komt u maar even achterin zitten, mevrouw. Sorry hoor, wat een asociaal gedrag van mij, hè? Wil het zo? Ja hoor. Hier zitten we het even terug, wat er gebeurt. Asociaal, ik wist het. U komt vanaf IKEA, daar komt u aan. Verkeerde kant vluchtheuvel. Nou, ik rem al af. En nou, ja. Dat is maar goed ook. Hoe kan het dat u aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel voorbij komt? Ik kwam bij de IKEA vanaf het parkeerterrein. Ja. En ik wist niet hoe ik op die andere kant moest komen. Dus ik denk, nou, ik waag de gok. Als ik me goed herinner, staan daar pijlen op de weg naar rechts. Ik had moet je om rechts. Rijden. Precies. Ik had helemaal om moeten rijden. Ik zat aan de verkeerde kant. Ja. Nou, mevrouw, wij geven u een bekeuring omdat u aan de verkeerde kant van de vluchtheuvel hebt gereden. Ja. Dus niet voor het feit dat u niet voorrang heeft verleden aan ons. Want wij moesten hier echt in de remmen, anders hadden wij vol in de flank gereden bij u. Ik zie het. Maar doordat u aan de verkeerde kant hebt, aan de andere kant staat net zo'n bord als hier. Ja. Heeft u hier ook geen haaientanden gezien, want die staan hier namelijk niet. Want normaal rijden er hier niet uit. Maar aan de goede kant staan wel haaientanden.
Binnen een week of zes heeft u een acceptgier op kaart thuis met een brief daarbij. Daarin staat hoe u kunt betalen. Mocht het zo zijn dat u het niet eens bent met de bekeuring... Nou, ik heb het verdiend. Nou, dat vinden wij ook wel. Maar soms dan, denken mensen daar later anders over. Dan staat er ook in hoe u in beroep kunt gaan. Oké, zijn wij klaar? Dag hoor. Deze bestuurder is schuldbewust en dat lijkt ons meer dan terecht. De boete voor het links passeren van de vluchtheuvel bedraagt €60. We gaan door naar het Korps Landelijke Politiediensten bij Abcoude op de Rijksweg A2. Surveillante Peter en Martijn hebben de bestuurder van een zwarte Volvo S40 in de peiling, die redelijk doorrijdt en bij zijdelingse verplaatsingen stelselmatig geen richting aangeeft. Nou, we rijden even achter deze zwarte Volvo aan. Die nogal slingerend door het verkeer gaat, waarbij hij voornamelijk geen richting aan heeft. Waarschijnlijk ook nog een beetje aan het kleven. Waarschijnlijk. Behoorlijk. Een beetje met behoorlijk. Hij rijdt trouwens wel raar hoor, moet je kijken. Ja, gaan we daar even, dankjewel, dat is helemaal. Nou, we hebben richting aanwijzer en kleven. Voor kleven vond ik echt wel was plakken. We gaan hem daarvoor even meenemen. Nee, hier mag ik 70, dus... Het is al 70 hier. Ja. Weer een richting. Kijken of we zo'n plekje kunnen vinden. Ja. Stop dan. Meneer, we laten u stoppen voor het volgende. U bent op bumper kleven. U geeft consequent geen richting aan. Daarnaast rijdt u ook nog gewoon te snel. Uw hele rijstijl is behoorlijk gehaast. Ik heb het zelf... Ja, wij hebben het ook gezien. Ja. En we hebben het ook op beeld staan. Ik moet hier ook eigenlijk toevallig zien. Ik heb geen haast, helemaal niet. Nou, neemt in ieder geval de papieren die u heeft even mee. Dan zullen we het in de auto even verder bespreken. Dan kunnen we het daar even afhandelen. Dag meneer. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter Dispersaal. Ja, volgens mij kennen jullie van gezicht. Ja? Van televisie, feest of partijen. Meneer, mijn collega heeft u al verteld waar we u aan de kant hebben gezet. Ja, het is mij ook duidelijk. We hebben het een en ander op video vastgelegd. Dat bent u. Ik zat er al een keer op die afrit, hè? Nou, u zat inderdaad al een keer helemaal op de rechte rijstrook. En toen schoot het voor mij niet op. Toen ben ik nog een keer... ik heb het gezien. Dat is, er zit niks in. Ik denk, u klapt er tegenaan tegen uw voorligger. Kijk, de afstand is veel te kort. We rijden daar met een snelheid van ongeveer... Het was 110. Zeker, ja. En er hoeft maar wat te gebeuren. Die meneer voor u die denkt van, oh, ik zit verkeerd, ik moet naar links. Of hij wil achter dat vrachtautootje, wil die af gaan remmen of weer de rijbaan op te gaan. Ja, dat klopt. We rijden ook al een stukje achter u en u geeft totaal geen richting aan. Bij geen enkele zijdelingse verplaatsing. Zo linksaf of links of rechts moet u... ik heb het één keer gezien, in al de keren dat u ging inhalen of de afrit nam. Dat zou enkel de afrit geweest zijn. Dat u het wel heeft gedaan. Dan zou dat alleen de afrit geweest zijn dan. Nou, ik wil de hele band terugdraaien, maar... Ik geloof... Als u 90 kilometer rijdt, rijdt u per seconde 25 meter. Nou, er hoeft maar wat te gebeuren, deze meneer met die fietsen dragen. Ja, ik zit op dan, en daar komen de meeste aanrijdingen door. Ja. Dus daar krijgt u een bekeuring voor en voor het richting aangeven. En dan komen we dadelijk door de bocht heen en dan krijgen we een bordje 70. Ja, en dan rijdt u toch ook tegen de 100. Dat klopt. Ja, daar krijgt u een waarschuwing voor. 100 maar... kan voor je gevoel, maar dat is... Ja, maar de wegbeheerder heeft niet voor niks daar het bord 70 neergelegd. Dus nee, dat begrijp ik. Anders hadden ze daar wel geen borden neergezet en gewoon 100 gehouden. Maar ik heb in ieder geval voor u hier een bekeuring voor het bumperkleven. Dat is een schikking die wordt gegeven door de officier van justitie. Ja. Dus die hangt er een boetebedrag aan. Die kijkt ook even naar uw verkeersverleden als u vaker dit soort dingen hebt gepleegd. Ja. Of grove snelheidsovertredingen, dan kan het bedrag verhoogd worden. Ja. Dan krijgt u een acceptgirokaart voor thuis. Voor het, dat staat al vast? Nee, dat bedrag staat niet vast. Dat gaat de officier van justitie beslissen. Voor wat betreft het één keer geen richting aangeven, wat u niet doet, daar krijgt u gewoon een acceptgirokaart van thuis gestuurd. En die is €60. U krijgt van mij het afschriftje mee van het bumperkleven. Ja. Ik heb voor u hier al uw pasjes en uw papieren terug. Dank u wel. Ondanks dit wens ik toch een prettige middag met Wolven. Ja, ik ga het er wel even uitslaan, ja. Ja, doe dat. Prettige dag verder. Succes, jongen. Oké, dank u wel. Dank u wel. Nou, sla het er maar lekker uit dan. Want de bekeuring voor het geen richting aangeven en het bumperkleven... ga je niet in de koude kleren zitten... en bedragen naar verwachting enkele honderden euro's.
Koos, iedereen weet dat het op de snelweg niet toegestaan is om over de vluchtstrook te rijden. Maar toch zijn er steeds meer snelwegen waar die vluchtstrook als rijstrook wordt gebruikt. Hoe zit dat precies? Nou, je weet dat de Nederlandse wegen overvol zitten. Het is niet altijd mogelijk om op een aantal wegen om daar een nieuwe rijstrook aan te leggen. Dus wat doet Rijkswaterstaat dan? Die gebruiken dan de vluchtstrook als rijstrook. En dat, dat wordt dan aangeduid met de zogenaamde groene vallende pijl boven de weg. Je ziet dus een groene pijl naar beneden. Er staat een rood kruis boven. Mag je uiteraard er niet op rijden. Hoe komt het nou dat mensen dan niet... Kijk, je moet altijd rechts rijden. Hoe komt dat mensen dat eigenlijk dan niet doen? Nou, dat komt omdat het is nog steeds een vluchtstrook natuurlijk. En er is wel een pijl boven dat je dan op mag rijden. Maar er is een doorgetrokken streep. En mensen denken dat ze die doorgetrokken streep niet mogen overschrijden. En dat mag wel, want er staat nou juist in de wet als uitzondering. Normaal mag je een doorgetrokken streep niet overschrijden, maar in dat geval wel. Stel nou, ik rij helemaal op die rechterbaan. Er zit een auto voor mij die niet snel gaat. Die wil ik inhalen. Is dat toegestaan? Dan mag je ook weer over die doorgetrokken streep om in te halen. Dat heeft de wetgever toegestaan. Dan wordt het steeds drukker in ons land. Hè? Het zit helemaal overvol. Dus je ziet ook steeds vaker dat die vluchtstrook als rijstrook wordt ingezet. Maar stel nou dat ik pech krijg, wat moet ik dan doen? Nou, er zijn in die gevallen waarin de vluchtstrook dus regelmatig als rijstrook wordt gebruikt, zijn er zogenaamde pechhavens aangelegd. Dus extra stukjes asfalt erbij gebouwd. Probeer om zo ver uit te rijden dat je op zo'n pechhaven kan komen. Lukt dat niet, omdat er plotseling een mankement is. Dan moet je proberen om eigenlijk bijna in de berm te gaan staan. En bel dan onmiddellijk de politie. Dan zal heel snel die rijstrook worden afgesloten. Maar ik weet ook dat Rijkswaterstaat die vluchtstroken die als rijstrook gebruikt constant bewaakt. Dus op het moment dat ze daar een pechgeval zien, dan zetten ze er heel snel een rood kruis boven. En dat betekent dat er dan op dat moment niet meer op die vluchtstrook gereden mag worden. Straks kan deze Belgische coureur naar zijn rijbewijs fluiten. Dat meen ik niet. Ja, wel, dat meent hij wel. Als je er die grens op ziet, ik wat die lacht, jongen. Kijk eens. En hij ook al. Het is gewoon leedvermaak. Straks kan deze Belgische coureur naar zijn rijbewijs fluiten. Taxi, hè? Dat meen ik niet. Jawel, dat meent hij wel. Als je er die grens op ziet, ik wat die lacht, jongen. Kijk eens. En hij ook al. Het is gewoon leedvermaak. Als je pas een maandje rijbewijs hebt, dan heb je op het gebied van rijvaardigheid nog een hoop te leren en kun je je aandacht maar beter op de weg houden. De bestuurder van deze Volkswagen Golf is nog maar net geslaagd voor de roze papiertje, of ze zit al uitgebreid met haar vriendjes te kwekken achter het stuur. En dat die gesprekken haar rijstijl niet ten goede komen, dat zien we bij Tolen op de Oud-Vossemeerse dijk. Surveillante Rudy en Dries zien de bestuurder van een Volkswagen Golf het dorp uitrijden, die duidelijk niet handsfree zit te bellen en er een nogal onvaste rijstijl op nahoudt. Ja, dat moet ik meenemen. Een beetje van lijntje naar lijntje. Zo, rustig weg. Dan kunnen we even. Je hebt daarna een wijntje naar links, dat half gesloten moet voorbij gaan en een lijntje meeneemt. Je moet de gordel weer opnieuw halen. Zet hem maar aan. Goedenavond, Dries Zoutenwille van de verkeerspolitie. Ja, ik weet het, vertellen. Ja, zeker. En weet je hoe dat nou opviel? Ja, ik denk het wel. Nou, vertel maar. Of zachter rijden of een beetje slingeren, 60 rijden, 62 rijden. En van alles lopen klooien. Hij heeft gewoon een bekeurentje voor. Zal ik je rijbewijs even mogen bekijken? Ja, ik dacht... Oh ja, ze kut, dat bellen van me. Ja. Want jullie gingen voorbij en ik dacht... Ik heb alles netjes. Ah, oh, kut, ik zat te bellen, dacht ik echt zo. Ja. Ja. Maar reed je nou gewoon 80, 11? Ja, was je nou gewoon netjes binnen de lijn aan het rijden? Was er geen eens opgevallen? Ja. Maar jouw rijgedrag geeft al aanleiding. Ja, ik moet ook eigenlijk gewoon niet bellen. Het is dat ik op een rechtstuk nou gewoon nu toevallig met even was. Ja, maar toch zit je te slingeren op het rechte stuk. Als ik nou verder had problemen met bochten. Gewoon even stoppen. Nou, heb je nog geen maand je rijbewijs, zie ik net. Mm-hmm. Ik denk dat je daar niet trots op moet zijn. Je bent na een aantal jaren word je een beetje ervaren chauffeur. Maar je hebt net je rijbewijs. Ja, dan moet je gewoon echt even je gedachten erbij houden. Dat moet je zeker niet aflaten. Ja, dat zet hem dan gewoon eens af. Als je gaat rijden. Want er gebeuren zeker op Tolen hier op het Eilandtoren zoveel ernstige ongelukken. Ik weet het. Allemaal onoplettendheid. Hè? Allemaal denken van, ik ben onschendbaar en mij gebeurt niks. Want je krijgt niet iets vast omdat de mensen niet willen dat je contact met jou hebt tijdens het rijden. Maar omdat iedereen zo gaat slingeren. En iedereen gewoon het niet lukt. Ook vrouwen niet. Mannen kunnen maar één ding tegelijk. Maar ook met dit lukken mijn vrouwen ook niet.
Dure bekeuring, 150 euro. Wacht de girokaart af tot je die thuis krijgt. Oké. Okay. Ja. Rustig aan, hè? Ja. Oké. Okay. Tot ziens. Nog geen maand in het bezit van je rijbewijs en nu al een boete voor niet handsfree bellen aan je broek. Dat belooft niet veel goeds. De eerste bekeuring in de carrière van deze jonge dame bedraagt 150 euro. Van de Zeeuwse eilanden gaan we naar de regio Gelderland Midden in Arnhem op de Eldense Weg. Surveillanten Peter en Marcel zien de bestuurder van een Opel Astra die zonder achterlichten over de snelweg rijdt. Ja, hij heeft wel voorlichten. Ja. Levensgevaarlijk. Hier gaan we meenemen. Kijk voor elkaar, joh, alle lampen kapot. Ik wil de voorkant mislampen aanstaan. Remlampen doen het wel. Nou, dat is tenminste iets, maar deze bestuurder gaat hoe dan ook aan de kant. Hallo. Hoi, hey, politie. Mag even het voertuig hier rechts gelijk in het inhammetje zetten? Prima. Ja? Ja? De achterkant van de auto, daar brandt helemaal niks. Dus dat is levensgevaarlijk. Ja. Toch? Ja. Enig idee hoe dat komt? Geen idee. Nee, maar kijk maar eens. Doe de motor maar start en de verlichting aan en kijk zelf maar even. Dat is zo. Ja. Kan niet veranderen. Maar voor u als bestuurder wordt wel van u verwacht dat u af en toe even naar uw auto kijkt. En dit had u dus moeten zien bij het wegrijden of moeten controleren. Ja. Er zit dus wel een bekeuring aan vast. Ja, dat is niet anders. Dat is even uw rijbewijs in ieder geval. En u zult iets moeten regelen, want u kunt hier ook niet meer verder blijven rijden. Niet bij mij. Rijbewijs niet bij u? Nee. Helemaal niks? Nee, alleen vergaderstukken, maar dat heb je niet gedaan. Wat zegt u? Alleen vergaderstukken, maar dat heb je niet. Nee. Staat de auto op uw naam? Nee, ook niet. Ook niet? Nee, van mijn vrouw. Oké, bij ons is stoppen ook blazen. Dus je mag even blazen. Stop maar. En hij is oké, dank u wel. Enig idee hoe dat komt bij die auto? Ik heb wel een idee. Ja? Als u op dimlicht staat. Ja? En ik gebruik de richting aanwijzer. Dan gaat u daarna op groot licht. En dat schijnt aan de printplaat te liggen. Ja. En die wordt binnenkort ook vervangen. Ze hebben ook al een nieuwe besteld. Dus hij gaat binnenkort, wordt hij gerepareerd. Nou, boete is 60 euro. Daar komt in ieder geval een schiertje van thuis. En de reden dat u rijbewijs niet bij u had? Die zit altijd in mijn portemonnee. Die heb ik eigenlijk altijd bij me, maar nu niet. Die is ook 60 euro. Komen er twee. Dat is wel zo. Ja. Die voor u. Die andere had u ook al, hè? Ja. Oké. Okay. Ja, helaas wel. Ja, u kunt... Dan moet hem even ergens parkeren. Ja, volgens mij is daar het makkelijkst. Dan begeleiden we u even die kant op. Oké, okay, bedankt voor de medewerking. Omdat de bestuurder geen rijbewijs bij zich heeft, krijgt hij een bekeuring van 60 euro. Voor de defecte achterverlichting staat precies hetzelfde bedrag. Koos, ik heb gehoord dat dit najaar weer een nieuwe campagne van start gaat. Goed licht, beter zicht. Nou, de naam zegt het eigenlijk al, maar misschien kan je toch even uitleggen waar het over gaat. Ja, het blijkt in de praktijk toch dat te veel auto's met onjuiste verlichting rijden. Kapotte lampjes of zelfs verblindende verlichting. En het wordt weer donker, dus letten de surveillanten erop. Hè? Dus mensen die, politiemensen die gewoon op de weg zijn met hun dienstauto. En er worden ook wat grote controles gehouden, waarbij dan extra op die verlichting wordt gelet. Dan zie je automobilisten vaak overdag ook met de verlichting aanrijden. Heeft het zin? Ja, ik denk het wel. In Nederland hebben we natuurlijk vaak bewolking. Het regent, het sneeuwt, schemertoestanden. Dus is het zeker zinvol om die verlichting aan te hebben. Ik vraag mezelf alleen altijd af, als de zon huishoog schijnt, of het dan zo nuttig is om het licht aan te hebben. Maar ik denk dat het in principe gewoon een goede gewoonte is om overdag licht aan te doen. Is het bekend of die verlichting overdag aan ook echt iets te maken heeft met verkeersveiligheid en voorkoming van ongelukken? Ja, volgens de berekeningen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid zou het een aantal doden en gewonden schelen als iedereen overdag licht aan heeft. Dus ik denk dat het gewoon goed is als je de auto start, dat je altijd het licht aandoet. Dat zou ook betekenen dat we geen regelgeving op dat gebied nodig hebben. Tegenwoordig is er veel te doen over milieu, hè? CO2-emissies, schadelijke uitstoot. Maar het voeren van extra verlichting overdag geeft natuurlijk ook een extra belasting voor het milieu. Hoe valt dat te verklaren? Ja, als je normale verlichting hebt, is dat inderdaad juist. Maar tegenwoordig worden steeds vaker auto's uitgerust met een zogenaamde LED-verlichting. Die gebruiken minder stroom en zou je ook minder benzine verbruiken en minder uitstoot hebben. We rijden mee met de regio Limburg-Noord bij Weert op de Kempenweg. Surveillanten Don en Wesley volgen de bestuurder van een Audi A6 met Belgisch kenteken. Hij zit achter de auto, hij gaat nou weer halen. Bij het inhaalverbod. Op het kruisingsvlak. Rechtsaf, toekomst vrij.
vrij lang rechtstuk. Dus die weg langs het restaurant hier reizen? Maar Heeser-Rutteweg, dijk. En op deze dijk geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. 33, 34 meter lopen, 135. Maar loopt nog steeds een beetje 39. Ja, klopt, is goed. 40. Nou, dat gaat goed zo. 139. Even kijken waar we hem neerzetten. Ik zet hem voor even aan. Ja, dat zit hier. Ja, goed zo. Zal ik hem ervoor zetten voor? Oh, maakt niet uit. Goeiedag meneer. Van de stoep van de politie Limburg-Noord. Ja, je hebt een goeie. Goeiedag. Wat zegt u? Je hebt de goeie nou even, hè? Ik dacht, jullie gaan met mij mee. Nee, wij hadden eventjes moeite om bij u te komen. Het rijbewijs, zou ik dat even mogen zien? Ik heb het in mijn hand ook liggen. Iets anders waar uw naam op staat? Nee, ik dacht, nou, moet mevrouw bellen? Het rijbewijs wordt ingevorderd en u krijgt een procesverbaal. Dan komt een auto aan, kom even hier. Ja. We hebben hier op de Maas-Heeser-Huttendijk een meting van 139 wat 80 is toegestaan. Bel even uw vrouw op. Meneer, ik ben mijn rijbewijs kwijt. Ja, niet verloren, maar de politie met de camera en alles hebben ze mij. Ja, godverdomme, deze probleem nou, godverdomme. Ik kreeg, hoe hard? 139 en ik mocht er 80 op de Maas-Heeser-Huttendijk. Mama hoeft de rijbewijs niet mee te brengen. Heeft ze er geen? Begin alvast maar even met invullen. Want hoe lang duurt dat ongeveer voordat... Ja, als ze net zo rijdt als ik, dan is ze zo, hè? Ja, daarom. Nee, maar aangezien we nou hier staan, dan is dat, kunnen wij dat... alle twee inleveren. Dit is het ontvangstbewijs wat u zometeen van mij krijgt. Mijn naam Van der Stoep. Dat ben ik. Als ik zometeen het rijbewijs van u krijg... dan vul ik dit even de gegevens van u verder in over het rijbewijs. De officier van justitie die heeft 10 dagen de tijd om een beslissing te nemen of u uw rijbewijs terugkrijgt of niet. Ja. U wordt ook geregistreerd in Nederland zijnde dat uw rijbewijs is ingevorderd. Als u nou toch gaat rijden, dan pleegt u misdrijf. Ja. En dan weet ik zeker dat u uw rijbewijs niet terugkrijgt. Want dan wordt dat is andere koek besteld. En u bent natuurlijk ook niet verzekerd als u een ongeluk krijgt. Dit kost mij geld. Ja. En daar is moeder de vrouw niet blij mee. Hoi. Was nu dan zo? Nee, niet dan. Met een auto. Ja. En een rijbewijs. Ja. Rijbewijs staat erbij van hem. Nee. Ja, dat komt erop. Dank u wel. Ja, voor hoe lang moet er dan 2. Nog in regelen? 2 jaar. Nee, grapje. 130 dagen. 130 dagen. 4 maanden. 4 maanden. Taxi, hè? Dat meen ik niet. Ja, wel, dat meent hij wel. Zie je die grijns op zijn gezicht, wat die lacht, jongen. Kijk eens. En hij ook al. Het is gewoon leedvermaak. Het is dus 10 dagen en dan? Neemt de officier van justitie neemt een beslissing. Dit is nou de 3e keer, ik denk in 1,5 jaar tijd. Ja, 3e keer in 1,5 jaar tijd. Met deze snelheid dus ongeveer? Nou, zoiets, ja. Ja. Nou, dan maar die ene, daar hebben ze geen melding van gemaakt. Want toen kregen ze ter plekke een oproep dat ze weg moeten naar een dringende dinges. Ja. Daar heb ik alleen een bekeuring. En we moeten nou ook iets betalen. Ik krijg geld bij, zei die. Geld bij, ja. Nou, ik vind het in ieder geval heel plezierig om met u zo te spreken. Ja, zo. Dat meen ik echt. He, ik hou wel van vrolijke mensen. Ja, dat is ook. He, maar als het dus de 3e keer is in 1,5 jaar tijd, dan zie ik het er wel zonder voor in. Ja, dat het er wel 120 dagen gaat worden. 2e keer zeker, want de eerste. Maar nogmaals, het is een beslissing van de officier van justitie. Het ligt niet aan mij. Ja. Dus wacht gewoon eventjes af. Dit is voor u het ontvangstbewijs. Ja. Ik heb u net al uitgelegd hoe dat het werkt. Ja. Zijn er in de tussentijd nog vragen naar boven geborreld? Nee, zo niet. Ik heb alleen in mijn achterhoofd... kut bij Peer, ik ben dat ding kwijt. Ja. Ja. Zo is het wel. Mijn telefoonnummer, dat is dat normale politienummer 0900 8844. Als u nog vragen aan mij heeft, kunt u mij daar altijd op bereiken. Hey, goed. Ajax. Goed. Nog een werkdag. Hetzelfde. De bestuurder kan er nog om lachen, maar het is de vraag of de officier van justitie het ook zo hilarisch vindt. Volgende week in Wegmisbruikers slaat deze motorrijder op de vlucht voor de Brabantse surveillanten. Tot dan. Mag je rijbewijs even?